Het, uw laatste seizoen is ook het seizoen dat je met een hersenschudding speelt, toch? Ja, 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 ja dat, was, dat was echt een heftig, eigenlijk de heftigste vooral uit, uh, uit mijn carrière. Denk ik. Ik, ik, um, ik weet niet of ja, was het een hersenschudding of niet. Het, het feit is gewoon dat het dat een, een, mentaal gezien een heel moeilijke periode voor mij was. Oh. Um, tuurlijk was die die tegen mijn hoofd. Uh, ik heb alle testen gedaan, ziekenhuizen bam, oké okay, testen, ik heb geen hersenschudding. Zeggen ze. Ja, geen herschudding. Alle dokters, beste dokters van Londen. Maar ik voelde mij zo verschrikkelijk slecht die man daarna. Ik kon niet. Echt fysiek? Hè? Nee, mijn, gewoon mijn okay. hoofd. Mijn hoofd was zo troebel. Ik was zo moe elke dag. Ik sliep uh, vijf, ja, echt 12, 13 uur per dag. Oh, wow. Ik was moe. Wow. Ik kon niet focussen. Uh, ik, ik viel in slaap in, in restaurants. Ik, uh, oh, wow. Ik, ja, ik, en. Uh, toen uh, ik speelde ook uh, Wacht, hè, dat is ook ja ik speelde gewoon dat is volkomen, rond die periode al, al heel uh, al, al minder eigenlijk een beetje en toen uh, kwam het volgende seizoen dat is het seizoen dat Mourinho kwam dan in, in november en dat ik, uh, ja, ik, ik was mezelf gewoon niet en ik kon mezelf niet uh, niet terugvinden ik, uh, uh, iedereen kent dat beeld zo dat ik, uh, dat ik gewisseld word, denk thuis tegen de Subdentum en dat ik op de dat bank u, zit en dat ja, ik zo ophanje. zit. En iedereen denkt: van, Ah, Jan is teleurgesteld in Mourinho. Maar mijn band met Mourinho was zo. Oh. Ik, was, ik, ik, was, uh, ik heb daarna ook gehuild in de kleedkamer omdat ik, ik kon niet brengen oh. waar ik wou. Wa. Ik, ik kon niet focussen, ik kon niet draaien, ik zag de oplossingen niet, ik reageerde op alles te laat. En uh, dat heeft maanden, maanden lang geduurd. En uh, uh, ja, wat, ja, ik, ik heb mezelf echt uh, moeten, moeten zoeken. Ik heb mij heel lang met psychologen gesproken. Ja, dat is iets wat van, van, van niemand weet, hè, wat ik nu zeg. En, uh, ik heb mij, en dat heeft geduurd tot. Uh, ik, ik weet het niet eens. Ik uh, denk zo: ja, dat begon weer wat beter te gaan, denk ik, toen al bijna het einde seizoen was. O. Bij Benfica hebben er eigenlijk dan geen last meer van gehad. Maar ik, er, er was iets mis waar ik nog altijd niet achter ben. En uh, ik, kon gewoon, ik kon het gewoon niet meer brengen. Er zijn heel weinig mensen, mijn vrouw weet dat natuurlijk. Uh, uh, jongens met wie ik in die tijd wel wat wel, wel, wel closer sprak. Maar dat waren echt momenten... Ik was eens aan het opwarmen met Erik Dyer. Ik denk, voor Chelsea thuis. En ik zei gewoon, wauw, ik ben echt blij dat ik niet speel. Want als ik nu moet spelen... En er zijn, nou, dat wil ik zeggen, er, waren, er zijn wedstrijden geweest. Uh, want Mourinho had superveel vertrouwen in mij. Hè. Iedereen oh. die, die, die stelde mij op op het moment dat ik dacht van... Ja, ik zou mezelf nee. niet opstellen. En uh, er was een, een match. En je kunt dat, dat beeld misschien. Twee matchen. Chelsea uit en Norwich uit. En op een gegeven moment. Norwich uit, zo was zo rond Boxing Day. Acht, rond die tijd van december. En er was zo'n bal. Die komt. En ik zie die bal komen. Maar ik, ik, ik kan die bal niet inschatten. Ik zie die bal komen. En, ik, en, ja, en dat, was een, dat was een goal. Maar die wordt afgekeurd voor buitenspel. Door de VAR. En als ik nu naar dat. Ik zou niet eens dat beeld kunnen terugkijken omdat ik me okay. zo slecht voelde toen ja. en uh, ja, dat was ik was mentaal gewoon niet goed en in, op dat moment of in die periode is het dan iemand uit uw entourage of uw vrouw of vrienden die hmm. als eerste misschien een alarmsignaal geven van hé hey, wij ja, merken niet omdat jij misschien jij hebt misschien wel door van er is iets mis ja, maar je door. Nee, ik was verder. thuis ook echt anders ik was ja ja men, nou, je wilt dat woord niet uitspreken, Dep depressie. Ik weet ja. niet wat het was, ik kan er nog altijd niet ja. erop leggen. En, niet, en ook die psychologen... of uh, hoe zeg je dat? Therapeut. Ja, uh, therapeut ja, inderdaad, die, die durfde het niet, niet echt uit te spreken van uh, komt dat nu van die klap op je hoofd? Want het begon wel rond die tijd, maar dat kan bijna niet de oorzaak zijn, medisch gezien. En. Uh, uh, ja uh, stelde een, een, een vraag sorry van, ja dat iemand ja, vanuit de... ah ja, ja het klopt en die... toen was er een dokter bij Tottenham mijn vrouw merkte dat natuurlijk aan mij thuis want met dat slapen ik was niet meer zo blij met mijn oh, ja ik was niet meer dezelfde vader thuis of zo oh. enthousiast met mijn kinderen uh, ik zei ik viel overal in slaap kon constant en toen uh, uh, was een dokter bij Tottenham waar ik een hele goede band had en uh, een vertrouwenspersoon en die heeft uh, toch gezegd van Jan weet je, ik ga toch eens praten met die ik ga toch eens die want ik bleef steeds maar denken: ik heb een hersenschudding, ik heb een hersenschudding ik heb een, okay. hersenschudding, ik heb een hersenschudding, Terwijl iedereen zei: Jan, je had geen hersenschudding, dat is bewezen. Weet je? Dus ik denk dat het gewoon toeval was dat die klap in die tijd is gekomen. Mm. En uh, uh, ik heb altijd gezegd: ik heb een herschudding, ik heb dus snel beginnen voetballen. Uh, weet je? Uh, zo heb ik ook die Champions League finale gespeeld. Met hetzelfde, maar ik, mijn focus was zo van okay, 90 minuten, 90 minuten dat fluitje ging en ik ben echt mentaal gezien gewoon compleet ingestort daarna. Dat was, uh, ja, dat was echt, uh, echt super zwaar voor mij die match. Uh, dat was eigenlijk dat zou het mooiste moment van mijn carrière moeten geworden zijn en dat was een van de zwaarste momenten van mijn carrière. Heb je dan achteraf of zelfs tijdens misschien de frustratie naar buiten toe? Want ik weet, ik kijk toen op tv en ik weet dat dat was ook in beeld dat je wordt gewisseld en dat Mourinho je een schouderkop geeft. En... Ja, dat is dat ik ik. Ja. Dan horen wij op tv zeggen van ja ah, misschien is hij gewoon niet meer zo goed of misschien is het echt... ja ja dat was zo fysiek. die periode dat iedereen dacht van ah je wordt trager ja. en hij is niet meer de hand die die was en, uh, ik weet niet ik wist, ik, ik wist toen nog niet wie of wat ik uh, was plus ik lees heel weinig ik weet ja, niet no. wat mensen over mij zeggen dus ik heb ook geen behoefte om daarop te reageren en ik was gewoon op zoek naar mezelf en, uh, uh, ja dat, was, uh, dat is altijd wel een uh, nog altijd is dan vraagteken van, uh, en ben ik bang dat dat ooit nog wel eens terugkomt of zo. Was dat de eerste keer in je carrière dat jij um, geconfronteerd werd met het feit van ik moet een psycholoog of een therapeut gaan zien? Uh, ja, denk ik het wel. Ja, ik, heb, uh, ik heb tot... En heb je getwijfeld? Ik heb tot, 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 uh, tot deze zomer heb ik heel veel contact met die man. Ik heb, nu, ik heb nu nog niet gesproken door alle hectiek, Maar uh, ik voel mij ook supergoed nu, uh, mentaal gezien en uh, ja ik sprak wekelijks met die man wordt onderschat in de sportwereld profsportwereld het, het mentale aspect en het feit dat je misschien zelfs al vroeger in je carrière of zelfs wanneer dingen eigenlijk goed lopen het misschien goed zal zijn om toch al vertrouwenspersonen hm. te hebben of mensen die bezig zijn met de mentale gezondheid van atleten want wij hebben het er al vaker over gehad sinds dat wij begonnen zijn over het hele mentale aspect van van het spelletje en wat de fans niet zien en wat de fans onderschatten of iedereen dat zijn eigen verhaaltje er rond maakt mm. zonder te weten wow, wat er eigenlijk gaande mm. is. Vind je dat dat iets is dat wel belangrijk is in ja, de kadering uh, van atleten? Ik denk dat de enige sport waar dat nog een taboe om heerst, dat dat in het voetbal is. Want ik denk dat, dat tennissers, wielrenners, turners, weet je, die ook mm. met heel veel individuele druk vaak dan. Uh, ik denk dat in groeps, uh, sporten sowieso iets minder aan de orde is. Ik denk dat de individuele druk bij. Uh, ja, bij, bij individuele sporten dan uh, veel groter is. Maar ja, ik denk dat... Uh, daarom heeft niet iedereen er behoefte aan. Je hebt, mm. je hebt karakters die gewoon heel chill zijn en makkelijk. En uh, oké, okay, die, die zal je zo weinig druk voelen. Maar ja, ik denk dat uh, dat je wel echt kan helpen in bepaalde situaties om, uh, om zaken te relativeren, om focus te houden in wedstrijden of om bepaalde situaties uh, aan te pakken. Dat, uh... Maar bij mij was het niet zozeer uh, om voetbal. Bij mij, ja, ik, ik denk het althans... Ja. Um, maar want ik, denk, ik, denk, ik heb er al heel vaak over nagedacht en nog altijd. Ja, dat was, ik, kon, ik zag alles eigenlijk gewoon een halve seconde later op het veld. En zo kun je niet voetballen, zeker ja. niet op het hoogste niveau. En dat gaat ge, als je het weet, ziet je dat direct. Maar ja, jullie, niemand wist dat iedereen dacht van... Wat is je allemaal aan het doen? Maar <laughs> als, je, als, je, als ik die wester nu zou terugkijken, ja, dan zou ik het erop zien. Okay. Maar het ging wel redelijk snel om die contacten te gaan leggen met die psycholoog ja dus dat die dat dokter ik sprak heel veel met hem bijna dag zei die was echt dat was de man die me elke dag vroeg Jan, niet van hoe are you nee dat was hoe voelt u weet je hoe voelt u vandaag zijn de beter hebben heb, heb we kunnen slapen en merkt je verandering dat was echt ja dat was uh, uh, ja dat was eigenlijk gewoon de clubdokter, maar die die merkt gewoon die vroeg die echt weet hoe het met mij was en dus ik sprak vaak uren per dag met die man hij heeft me dan in contact gebracht met Iemand uh, die al, uh, ook in de sportwereld, veel mensen begeleidde. Heel uh, chille persoonlijkheid en, uh, en tot de dag van vandaag eigenlijk, of ja, yeah, niet letterlijk dan, maar uh, spreek ik die en dan heb het over van alles en over situaties we oefeningen. Is zijn niet eens je vindt dat je sowieso al aanwezig moet zijn bij een club? Een, een sportpsycholoog? Ja, maar niet, niet bij een club. want nee, een ik, externe? Hè? Ja, want ja. Ik, we, dat is altijd van, ja ik ben de psycholoog van de club, uh, wat vind je, hoe vind je dat hier gaat intern? En je, ja. Je zegt, jij de psycholoog van, van mij of, of, van, of van de club? Nee, nee ik, werk, ja, ik word wel betaald door de club. Ja, laat maar. Weet je? Nee. Maar is dat een, was dat een moeilijke stap voor jezelf om te zetten? Want je zegt het Wat nee, is het een macho wereld? Ik, 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 ik pakte alles aan. Ja. Ik heb, wauw, heb ik allemaal niet gedaan, jongen. Ik heb uh, de gekste oefeningen gedaan, los van die therapeuten. Uh, uh, ja, gewoon. Evenwichtsoefeningen. Ik heb, maar ja, ik, probeer, ik heb zoveel dingen gezocht om mij beter te maken. En uiteindelijk uh, ja, is, dan, is dan een stap die je, die je moet nemen waar uiteindelijk. Je ik, ik zegt altijd, ja, ik zit ik, ik heb dat echt niet nodig. Oh. Want ik, uh, ik heb een mooi gezin. Uh, ik, uh, ik heb uh, alles uh, goed voor elkaar. Uh, dit en dat, ik ben gezond. Er ja, nou ja, komt gewoon meer bekijken, er spelen dingen soms in je hoofd waar je geen grip op hebt. At first first and fast